ночная птица. Он уже пробрался в дом. Happy Halloween, kameradskies! Halloween! En welkom bij deze aflevering. Vandaag is Fabian er ook bij, want het is een specialeke vandaag. Ja, we hebben van alle scary games gespeeld, alleen van alle poging gedaan, toch? Yes! Maar ik moet mijn hartslag nu al voelen, maar jij zo gereageerd hebt, ben ik nu al aan het panikeren. Sommigen hebben een poging gedaan, anderen hebben het gespeeld. Ik voel het nu al, ik had ze nu echt een pijnige te krijgen. Ja, we zijn vooral eerst begonnen met de PlayStation VR, The Kitchen. En, van Capcom. Van Capcom. En Havoc. Yep. Een demo van Resident Evil eigenlijk. Hè? Is dat van Resident Evil? Van 7, ja. Biohazard. Ja. Ja, het is maar kleuter. Wat de fuck kan ik hier niet zien? Dus bij deze ga ik ook alvast zeggen dat ik Poopy Pants af ben. Dus ik mag mijn trofee doorgeven aan de man die The Kitchen niet gespeeld heeft. En dat is Yannick, ja, alsjeblieft, deze pamper is voor jou. Ik weet dat ik eigenlijk in een cruciale situatie waarin ik geweren heb en er zombies op mij afkomen, nooit zal falen, maar als je mij vastbindt op mijn stoel in een keuken, dat dat toch niet mijn ding is. Ja. Het akelige was dat eigenlijk de setup in de keuken er belachelijk veel uitzag, zoals dat wij die hier hebben. Want we hebben bewust één lamp gezet en we hebben onze handen vastgebonden. Dat ze kan zien op onze Twitter. Stefan, wat was jouw ervaring daarin? Ik kijk graag horrorfilms. En ik kan u alvast zeggen dat ik mezelf voelde als een van mijn acteurs in een echte horrorfilm. Oh my fucking god! Oh my god. Capcom echt goed gedaan. Echt goed gedaan. En zo 360 graden aan geluid en zo, dat was echt wel. Je zat daar echt wel in. Too much. Dat too much echt, for me. Dat was echt zalig. Voelde nu een beetje machteloos, omdat je ook uit uw strangle position wou. En wij hebben het nog een keer een stap naar boven gedaan met alleen te zitten en ons vast te binden. Kus. Speciaal voor jullie. Ja, speciaal voor jullie hebben we dat gedaan. Maar Yannick heeft het dan wel een beetje goed gemaakt. Door een andere horror game te proberen. Rush of Blood. Oh my god! Er komt een beest van Rix. Dat is een spin-off van Until Dawn van Massive Dynamics, jullie hoe dat ze ook mogen heten. En wat is dat eigenlijk? Je zit in een karreke en je schiet. Deze keer had ik wel geweerd, maar vond ik leuk. Ik was niet vastgevallen. Het is niet slecht waarom ik zo'n beetje in de kerken zitten. Maar iets voorspelbaardere jumpscares. Maar ik vond hem wel niet slecht. Ik ga hem dat wel nog spelen. Vanuit het beeld leek het precies zo een Disney rollercoaster. Alles schiet en zo. Hey! Goed, kameradskies. Geniet nog van de Halloween, sowieso. En Yannick heeft een mededeling nog te geven. Ja. 200 subs halen, dan zal ik de demo willen doen. The Kitchen, hè.
delen, share, subscriben. Laat ons aan de 200 geraken, mannen. En kijk zeker volgende week naar onze aflevering van Rick's. En als je een vraag hebt, zet het in de comments, vraag het aan Fabian en wij zullen erop antwoorden. Allee, ik zal het maar doen. Geen vragen zoals als ik met een jongen kus, word ik dan zwanger of zo. Of mag hè? Luister, stel je vragen, als je vragen hebt, ik zal ze wel beantwoorden. Of we zullen een selectie maken als het er veel zijn. Tot volgende week zonder mij. Joe! Like en subscribe, netje.